Nummer 1 struggle bij het opnemen van de video voor mij. Niet voor alle andere mensen, eigenlijk alleen voor mij. What the fuck moet ik doen met mijn haar? Wat? Ik kan een pet aan doen en dan is het heel de video eigenlijk oké. En dan heb ik gewoon een pet aan. Of ik laat het gewoon liggen en ik accepteer het feit dat de helft van de mensen weer losgaat in de comments van fucking hell, fix je haar. I don't know what to do. Ik wil wel een pet aan doen, maar dan moet ik weer douchen om iets te kunnen doen met mijn haar. En het is waar, ik ben net wakker en het klopt ook. Ik heb geen fucking broek aan. En ik heb mijn statief kapot gemaakt. En dat is ook geen grapje. What the fuck happened? Ik weet het zelf ook niet. Ineens breekt dat ding gewoon. Fucked up. Ja, kijk. Skere tijden, broer. Yo, YouTube. Wij zijn hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets heel leuk doen. Vandaag ga ik iets vertellen aan jullie. Een verhaal. Iets wat ik heb meegemaakt een paar dagen geleden op een feestje. Het is heel raar. Het is een heel vaag verhaal. Iets waar je waarschijnlijk nog van geen enkel andere YouTuber gaat gehoord hebben. Omdat normaal niet de bedoeling is dat kinderen dit kunnen vertellen. Maar ik ga nu toch vertellen aan jullie. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog. Ik ga jullie vandaag vertellen hoe onze ouders feesten. Stun en hoe onze ouders nu eigenlijk nog altijd feesten. Dit is heel raar. Smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben deze zit en ik zou zeggen, let's fucking go! Het is een nieuwe maand, het is augustus. Dat betekent dat het nog maar 1 maand is. Dat is school beginnen, what the fuck. Waarom gaat de vakantie altijd zo snel? Ah, no. Smash zeker ook een duimpje omhoog. En als we 30.000 likes halen, dan wordt de zomervakantie met 1 maand verlengd. En dat is echt waar, ik heb goedkeuringen van de stad. Nee, hey, smash een likeje. Enkele dagen geleden had ik samen met mijn andere vrienden beslist om naar een retro feestje te gaan. Retro muziek is dus oude muziek. Het is muziek van onze ouders. Het is een beetje, ja oké, okay, beetje oude techno. Geen Beatles muziek, gewoon echt trance. Trance en techno. Ik ga jullie even een video tonen van op dat feest, want anders ga je nooit kunnen uitleggen welke muziek het was. En wij hadden ons al even voorbereid om naar dat feest te gaan. Een beetje naar de DJ's geluisterd, een beetje naar de muziek geluisterd, een beetje naar de line-up gekeken, zo dingen. En wij komen aan op dat feest en het eerste wat ons opvalt, waar de fuck zijn de kinderen? Wij waren de enige fucking 16, 17, 18-jarige mensen op dat feest. En we waren maar met 6. Iedereen op dat feest was fucking oud. Dan heb ik het over 20-jarige, 30-jarige, 40-jarige, 50-jarige. Het ging zo ver dat zelfs sommige mama's en papa's gewoon hun kinderen meenamen naar het feest. En weet je wel, die video's die altijd op Facebook en Twitter staan van ja, zo gingen de feestjes bij onze ouders, zo feesten ze toen, bla bla bla. Het is echt zo! Dit klopt echt! Ik heb het gezien met mijn eigen ogen! What the fuck? Kijk, ik heb een geweldige avond gehad op dat feestje. Ik vond het echt leuk. Ik luister graag naar zo'n beetje abstracte muziek. Ik vond het echt leuk. Ik had ook fucking grappige kleren aan die avond. Ik zag er ook zo'n beetje oldschool uit. Het was wel grappig. Het enige rare was dat alle mensen die daar aan het feesten waren, gewoon mensen waren die je normaal zo ziet zitten achter de kassa in de supermarkt. Die gewoon werken, zo die de taxi rijden, die lesgeven in school en die... Snap je, ik heb daar een leerkracht gezien. Ik heb mijn leerkracht aardrijkskunde gezien op dat feest. Weet je hoe raar dat is? Zeg ik daar aan mijn loop, hey, klaar om het feest te worden. What the fuck, leerkracht aardrijkskunde. Dek het hoofd, ik had maar 5%. Snap je? Let's get to the point. Als ik een gemiddelde leeftijd moet plakken op de mensen op dat feestje, dan was het sowieso 35 of zo. Ik doe geen drugs, tenzij je alcohol meerekent als de drug, wat eigenlijk wel zo is. Ja, dan doe ik wel drugs. Op dat feestje waren die volwassen mensen helemaal niet dronken. Die mensen waren zwaar en zwaar en zwaar onder de invloed van ecstasy. Of MDMA. Maar echt zwaar. Elke keer als er genoeg licht was in de zaal om te kijken naar de andere mensen in de zaal, was het enige wat je zag dit. Ik ben niet aan het lachen. Al die mensen waren fucking hard aan het koeken. Dat is dus het werkwoord die gebruikt wordt voor mensen die een pil hebben genomen en dan rare dingen doen. Kaken bewegen heel de tijd en ogen komen bijna uit hun gezicht en ze staan nogal strak. Weet je hoe raar dat is om dat te zien? Bij volwassen mensen, bij tieners is het al raar om dat te zien op drum en bass feestjes. Maar om dat dan te zien bij volwassen mensen op fucking retro feesten. Hele rare ervaring. Toen we buiten zaten, zijn we dan beginnen praten met een meneer die ineens bij ons kwam zitten. En hij
vertelde ons dat dat altijd zo was. Dat voor die mensen normaal is om naar een retrofeestje te gaan en een pil ecstasy te nemen. Dat daar gewoon bij hoort. Dat niet is van, oké, zo ik eens een pil ecstasy. Nee, ze denken daar niet over na, ze doen het gewoon. Het hoort erbij, het is alsof als je gaat naar een retrofeest, dan neem je een pil. Dan, what the fuck? Don't do drugs! It's bad. Op het einde van het gesprek vroeg die meneer ook gewoon aan ons of we nog bollen wouden kopen. En we hebben ook gezegd, nee, what the fuck. Zijn we gewoon gaan verder feesten, gewoon zonder pillen, zonder drugs. Dat kan, je kan feesten zonder drugs. Ik kan ook feesten zonder alcohol, ik kan ook gewoon nuchter naar een feestje gaan, dat is ook leuk. Zet dat uit je hoofd, dat je je niet kan amuseren zonder drugs. Dat feestje daar was exact zo, behalve dan dat in plaats van mijn kinderen, mijn volwassen mensen was. Dat is fucking raar om te zien. Het was ook al super lang geleden dat er nog zo'n retrofeestje was geweest hier in de buurt. Dus de mensen hier hadden waarschijnlijk al super lang niks meer genomen van drugs of zo. En ja, snap je, ik heb super veel volwassen mensen zien kotsen, zien liggen op de grond, zien fucking kapot gaan. Dat was een boer, sorry. Op het moment dat je echt gewoon volwassen mensen zo ziet doen. Stel je voor, dit is een bankje. Deze stoel hier is een bank die buiten staat. Mensen wandelen naar die bank, heel op een rare manier. Ze willen hun dat zetten. Ze gaan dan gaan zitten op een fucking rare manier. Ze zitten dan... Dan liggen ze daar een beetje als een zombie, gewoon in die stoel, gewoon... Goed feestje. Het was een heel rare ervaring. Het was wel een heel leuk feestje. Shoutout naar Retro Beach. Ik vond het wel grappig. Ik ben Acid. Ik wil zeggen, zeker uit je boog. Tot de volgende keer. Ik hoop dat ik mijn mama nooit tegenkom op zo'n feestje. Hoop ik echt van het diepste van mijn hart. Ja, you! Hello. Nachte video van Luna en Liefie. Zoiets. Ja, oké, jullie snappen wat ik bedoel. We gaan er gewoon direct even vliegen door te zeggen dat deze Overwatch game... Nu ga ik deze video bewerken. Dat was niet zo nuttige informatie. Tot morgen met een nieuwe video.